Ik ben vandaag in Haarlem. In een stad denk je aan beton en steen, maar ik zie hier eigenlijk best wel veel groen. Het schijnt dat in deze buurt regenwater wordt opgevangen. En daarom heb ik afgesproken met Onno Oosterhof van de gemeente Haarlem, die mij daar alles over kan vertellen. Hi Christel. Hi Onno. Onno, hier ergens in de buurt wordt regenwater opgevangen. Ik zie hier eigenlijk helemaal geen water. Hoe zit dat precies? Oh, dit is hier om de hoek. Ik laat het je wel even zien. Ja, kijk, hier hebben we dus een wadi gemaakt. Een wadi? Wat is dat? Ja, een wadi dat staat voor waterafvoer, drainage en infiltratie. En in principe is het gewoon een kuil in de groenstrook. En daaronder hebben we dan pijpen aangelegd waar we het water af kunnen voeren als het echt te veel wordt. Ja, we hebben er dan in dit geval ook nog een bloemenmengsel in gedaan, zodat het ook nog eens goed is voor de biodiversiteit. Ik zie hier inderdaad een kuil met heel veel groen, maar geen water. Hoe zit dat precies? Nee, dat klopt. We hebben hier die kuil inderdaad gegraven om het regenwater op te vangen. Maar ja, het is nu vandaag droog, het zonnetje schijnt. Dus het water dat is in eerste instantie weggezakt. Dat bedoelen we ook met die infiltratie, de I van de wadi. De bedoeling is ook om het water echt hier lokaal te houden. En als het hier nou heel erg hard regent, staat die kuil dan helemaal vol water? Ja, als er heel veel regen valt, dan kan het helemaal vol staan met water. Waarom is het opvangen van regenwater belangrijk? In de klimaatverandering gaat het steeds meer en heftiger regenen. Dat betekent dat er heel veel regen tegelijk naar beneden valt. En dat moeten we ergens opvangen. Als we dat niet in plekken als dit opvangen, dan kan het zijn dat het de huizen binnenstroomt. En dan gaat daar schade ontstaan en dat willen we proberen te voorkomen. En hoe zit het dan als het heel lang droog is? Dat is het mooie van deze kuil. In principe zakt het water hier dus gewoon in de ondergrond weg. En als het heel lang droog is, dan blijft het water hier toch lokaal aanwezig voor de bomen en de planten. En die kunnen dan heel goed groeien. Is dit de enige wadi in Haarlem? Nee, dit is niet de enige wadi in Haarlem. Het is wel degene die we als laatste aangelegd hebben met de nieuwste standaard. En deze willen we gaan gebruiken om in Haarlem te gaan verspreiden, zodat we heel toekomstbestendig worden. Wat goed dat jullie dit doen. Dank voor je uitleg, Onno. Graag gedaan. Nooit geweten dat je op deze manier regenwater kunt opvangen. En het ziet er nog leuk uit ook. Weer wat geleerd.